Maria, na de knappe zege gisteren op Argentinië, morgen de halve finale tegen Duitsland. Hoe kijk jij terug op het duel van gisteren? Ja, echt wel als een bizarre wedstrijd, zeg maar. Ik heb nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt. Ja, je staat 3-0 voor en dan zeg maar de tweede helft in één keer 3 mensen een kaart en 3-2. Dus dat was echt heel spannend. Ik denk dat we echt ongelooflijk strijdbaar waren. En dat echt no way dat we die overwinning weg gingen geven. Dus dat hebben we super gedaan. Ja, dat strijdbaar zijn, dat was ook ontzettend nodig. Op het moment dat jullie met 8 man kwamen te staan. Ik dacht op dat moment ook even terug aan Londen, aan het EK. In de finale kwamen jullie ook in ondertal, werd het ook heel spannend. Dacht jij daar ook aan? Nee, ik heb er eigenlijk geen seconde aan gedacht. Ik moet zeggen dat ik ook in het begin natuurlijk een van de mensen was die op het strafbankje zat. Maar nee, het voelde eigenlijk zo anders dan toen, als ik er nu aan terugdenk. Het voelde veel sterker, het voelde voor ons veel gecontroleerder, terwijl we eigenlijk met 3 man minder speelden. Maar geen moment idee gehad dat we die wedstrijd nog weg gingen geven, dus dat is wel een lekker gevoel. Ja, Argentinië naar huis gestuurd, heb je het idee dat dat de zwaarste hobbel op weg naar goud, dat die nu weg is? Dat niet. Het is nooit een makkelijke weg naar goud. Ik denk wel dat we een hele grote stap gezet hebben. Dat is inderdaad door Argentinië te verslaan. Maar goed, nu is de volgende zware stap en dat is Duitsland morgen. Nu is het gewoon knop om en morgen gewoon halve finale. Dus we moeten gewoon keihard de strijd aangaan met de Duitsers. Het was gisteren ook een behoorlijke vechtwedstrijd. Verwacht je dat morgen ook? Ja, ik denk dat Duitsland echt volle bak erop gaat knallen en die gaan er echt alles aan doen. Maar ik denk, wij gaan gewoon weer hetzelfde doen wat we gisteren hebben gedaan. Gewoon echt keihard vechten, volle focus, 100% geven en dan gaan we het zien. Duitsland, de nummer 9 van de wereldranglijst. Wat zegt die wereldranglijst? Ze zijn 9, maar dan zou je zeggen, dan heb je misschien de makkelijkste tegenstander nu. Maar ja, hoe denk jij daarover? Nee, helemaal niet. Zo zie ik het zeker niet. Duitsland is gewoon een stugge ploeg. Je verslaat ze nooit zomaar. Helemaal niet voor een tweede keer. We hebben natuurlijk al tegen ze gespeeld en nu voor de tweede keer. Eerste keer 2-0 gewonnen. Was een goede wedstrijd, maar zeker niet goed genoeg voor morgen. Dus we zullen morgen, net zoals gisteren, echt op ons allerbest moeten spelen. Willen we ze kunnen verslaan. Ja, in het veld kom jij een bekende tegen van Amsterdam. Julia Müller, hun strafcornerspecialist. Ik begreep al, je hebt daar voorafgaand aan de wedstrijd al een appje gestuurd om een keer succes te wensen. Wat heb je haar vandaag gestuurd? Vandaag eigenlijk helemaal niks. Het was eigenlijk meer voor die vorige wedstrijd, kwartfinale. En ik ken haar toch wel goed. Wilde ik haar even succes wensen van, zet hem op en doe je best. Dus ik heb er vandaag eigenlijk helemaal niet gesproken of niks gestuurd. En tuurlijk, het is een vriendin, het is een teamgenoot. Maar morgen in het veld zijn we elkaars tegenstander. Dus ik ga er zeker geen succesberichtje sturen, nu in ieder geval. Als we hier haar zien, bijvoorbeeld in de eetzaal, dan heb je wel even een praatje met elkaar. Maar verder niet, nee. Het zijn jouw derde spelen, het kan jouw derde goud worden. Hoe is jouw rol in deze spelen ten opzichte van de vorige spelen? Ik denk dat het niet heel anders is ten opzichte van de vorige spelen. Ten opzichte van Beijing natuurlijk wel. Want toen was ik lekker jong en frivol en dan kon ik lekker doen en laten wat ik wilde. Nu wat meer verantwoordelijkheid en moet je het gaan neerzetten. Dus ik denk ten opzichte van Londen niet een heel groot verschil. Een van de dragende speelsters. Dus in dat opzicht is er niet heel veel in veranderd. Hoe bevalt het hier? Ja, super, super gaaf natuurlijk om dit mee te maken. En ik ben gewoon volle bak aan het genieten. En dat je bijvoorbeeld zo'n wedstrijd als gisteren speelt, is gewoon al hartstikke gaaf. Dat is zo'n vette wedstrijd om mee te maken. En nu gewoon wel op naar goud. Ik zou zo graag Olympisch goud willen halen, ja. Supermooi. Hè? Er is best veel steun uit Nederland ook op de tribune. Heb jij mensen vanuit huis die jou steunen hier? Ja, mijn familie is er. Dus dat is superleuk. En mijn vriendje is er ook. Dus alle support is er, ja. Morgen de halve finale, daarna de finale. We weten van een aantal speelsters dat ze gaan stoppen na de Olympische Spelen. Heb jij daar al over nagedacht? Nee, nog helemaal niet. Ik heb eigenlijk nog niet verder gekeken dan morgen. Eerste halve finale tegen Duitsland. Die moeten we pakken, die willen we pakken en dat gaan we hopelijk ook doen. Op weg naar goud. Op weg naar goud, zeker, ja.